faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire. Violée ? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les flics ? T'as pas été les voir ? Bon, comment ? Die roman, die was Frans. En het speelde in Frankrijk. We hebben toen gedacht, nee, we maken tot een, wat je noemt, internationale film. We maken hem in het Engels. En we plaatsen alles weer in Amerika. Allemaal topactrices, hè, die hebben we gevraagd. Nul. Dus wat dat betreft is er wel een enorm verschil nog tussen de Verenigde Staten. En toen hebben we dus gezegd, we gaan terug naar Frankrijk. Qu'il soit maudit, qu'il soit damné, ferme le livre. Sonne la cloche, éteins la bougie. Het is goed dat je uitgedaagd wordt in je leven. En het is goed als je moet. Want als je het eigenlijk zou kiezen, zou je dat niet kiezen, deze angsten. Net zo goed als van Holland naar Amerika gaan, nietwaar? Dat is ook een sprong in het duister. Dan word je erin geworpen. En als je erin geworpen wordt en die uitdaging aangaat, geloof ik wel dat er een giga hoeveelheid creativiteit vrijkomt, omdat je moet handhaven die situatie en je computer werkt op maximale energie. Hè? Je suis fou là, toi. Allez, rentre. En eigenlijk heb ik Isabel nooit iets hoeven uit te leggen. Ik heb niet gezegd, nee Isabel, het moet zo. Heb ik nog nooit al die maanden niet gezegd. Het was eigenlijk meer, oh, zoals ze het doet, dat is eigenlijk interessanter dan wat ik in mijn hoofd had. Ja, leuk, goed, ja, doorgaan. En niks gezegd, hè? Niet zeggen, kut, stop, goed, volgende shot. Nee, laten doorgaan. En dat is echt fenomenaal, vond ik het echt. Dus dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Moi, j'étais en train de faire mes devoirs quand il est revenu à la maison. Complètement couvert de sang. Ma mère était encore au travail. Elle était infirmière à l'époque. Vous imaginez ma mère? Infirmière. C'est rigolo, non? Mm-hmm. On n'est pas obligé de parler de ça, vous savez. Ah non, mais ça me dérange pas. Ça me fait du bien d'en parler. Après, il a voulu brûler tout ce qu'il y avait dans la maison. Alors je l'ai dit à tout mettre dans le feu. On arrachait tout. Les rideaux, la moquette, les tables, les chaises. Tout dans le feu. Het is natuurlijk een hele leuke vrouw, maar een beetje vreemd. En het heeft een beetje merkwaardig achtergrond natuurlijk. Dingen zijn met haar gebeurd vroeger, dus haar karakter wordt niet uitgelegd, maar je kan het wel een beetje begrijpen. Maar je kan het niet helemaal volgen. En ze slaat zich er doorheen. Uiteindelijk, basically, overleeft ze het eigenlijk als de beste. Non, mais il est fou, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. De mannen zijn een beetje, de mannen zijn een beetje minder sterk, zou ik zeggen. Ja. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi.